Hallo allemaal, ik krijg vaak de vraag over hoe werkt nou fotolezen en wat is het? Fotolezen heet ook wel psychometrie. Psychometrie is eigenlijk het lezen van voorwerpen zoals sieraden, horloges, boeken, foto's en noem het maar op. Dus eigenlijk echt ja, van alles en nog wat. En waarom? Aan alles zit energie, dus alles kan je lezen. Nu wordt er heel vaak gezegd met fotolezen dat je echt specifiek een nieuwe foto moet hebben, dat die ogen goed zichtbaar moeten zijn, dat je allerlei soort gegevens moet geven. En eigenlijk is dat de grootste onzin. En waarom? Omdat je energie oppikt van de foto zelf. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, stel je hebt een foto van een overleden dierbare. Je kan dan vanuit je buik een soort van lijntje leggen naar die foto. En vanuit daar kan je dus eigenlijk informatie voelen. Misschien hoe is die persoon overleden, hoe stond die in het leven, noem het maar op. Dat is dus eigenlijk psychic werken. Dus ja, want het valt onder psychometrie, dus je leest een voorwerp of je leest energie van het voorwerp. Dit kan je ook met levende mensen doen. Je kan je voorstellen dat er sommige mensen het niet fijn zouden vinden om op een foto te gaan. Of misschien heb je maar één foto van een dierbare in zijn jongere jaren. Weet dus dat iedere foto te lezen is en dat je niet verplicht bent om geboortedatums en alles door te geven. Want iemand die goed foto's kan lezen of goed zijn psychometrie kan uitoefenen, psychic kan werken, heeft dat allemaal niet nodig. Want je pakt de energie op van de foto zelf. Soms in sommige gevallen wordt er daadwerkelijk wel een leeftijd gevraagd, omdat we officieel gezien geen readingen mogen geven aan kinderen onder de 18 jaar. Dus in sommige gevallen kan het dus zijn dat iemand het voor de navraag doet. In principe als we een foto leveren, of het nou van een horloge is of wat dan ook, moet die gelezen kunnen worden. Het is dus daadwerkelijk ook zo dat als wij alleen een naam zouden geven, werkt het precies hetzelfde, want een naam is ook een soort van voorwerp. Dus vanuit die naam kunnen we ook al heel veel informatie halen. Mocht je het nou leuk vinden om zelf te gaan experimenteren, weet dus dat als jij een voorwerp wilt lezen of een foto wilt lezen, dat je er verder niks anders voor nodig hebt, behalve je eigen intuïtie. En iemand die je feedback kan geven om te kijken of ze het begrijpen met wat je doorkrijgt. Hoe meer je gaat oefenen, hoe meer informatie je krijgt en hoe meer je dus steeds je verder kan ontwikkelen. Maak vooral gebruik van al je innerlijke zintuigen. Je helder horen, helder weten, helder proeven, helder zien, helder ruiken. Alles wat je maar in je hebt, laat het vooral toe en vertrouw je eigen intuïtie.